Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Jotrex, de enige echte natuurlijk. Nou, ik zou geen praatvideo's meer maken. Maar ik wou toch nog eventjes wat dingen kwijt. Want ja, jullie hebben het gezien, de vorige vlog. Met Joost naar de Efteling. Was een hele gezellige vlog, hartstikke leuk. En jullie hebben het gezien, een nieuwe intro en een nieuwe outro. Wat jullie ook gezien hebben, is een nieuwe banner, een nieuwe logo. En dat is allemaal dus nieuw. Ik was met mijn nieuwe logo was ik eigenlijk bezig. En toen ik met mijn nieuwe logo bezig was, toen had ik zoiets van, ja, eigenlijk best wel leuk. Maar ja, als ik een nieuwe intro moet doen, dan moet ik ook een nieuwe banner maken. Dus ik heb een nieuwe banner gemaakt. En toen ik een nieuwe banner heb gemaakt, toen dacht ik bij mijn eigen van, ja, als ik een nieuwe banner kan maken, dan kan ik ook een nieuwe intro maken. Nou, zodoende, ja, banner gemaakt, intro gemaakt. En toen dacht ik van, nou, als ik een nieuwe intro heb, dan moet ik ook een nieuwe outro hebben. Dus ik heb ook maar weer een nieuwe outro gemaakt. Ik hoop dat jullie het mooi vinden. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ja, het kanaal is echt helemaal vernieuwd op deze manier. Ja, het is ontzettend leuk. En ik had eigenlijk wel zin om dat ja, te maken. Ik vond het wel leuk. Dus ja, een nieuwe intro, outro, logo en banner op mijn kanaal. En ik ga proberen, ik ga het niet beloven, ik ga het proberen om dit weekend weer een paar buitenvlogs op te nemen. Ik heb een heleboel locaties waar ik heen kan. Want er valt een hele hoop nog te filmen. Ik wil nog een paar vlogs maken. En die vlogs die ik ga maken, ja, dan kan ik gewoon even losse vlogs maken. Dat is misschien wel leuk, is dat. Dus daar wil ik even van het weekend naartoe. En dan heb ik gelijk weer een stuk of 3-4 vlogs heb ik weer op mijn, ja, voor mijn kanaal in ieder geval. Dus dat wil ik gaan doen. Ik wil in ieder geval even een paar leuke vlogs weer op gaan nemen. En ja, dat wou ik in ieder geval even zeggen. Laat even een berichtje achter in de comments wat jullie ervan vinden. Vinden jullie het een leuke intro, outro, banner en logo? Ik heb al een heleboel reacties gehad. In ieder geval, ja, jullie vonden in ieder geval de banner vonden jullie, of de intro vonden jullie heel erg mooi. Dus ja, ik ben nog niet echt helemaal tevreden hoor. Want bij de banner aan de linkerkant vond ik, ja, dat stukje, dat ene stukje aan de linkerkant vond ik niet echt heel erg mooi. En bij de intro, die vond ik wel mooi. Ook de muziek erbij. Maar ik zat nog met mijn outro, zat ik nog een beetje. Wat zie ik nou elke keer voor zwart? Oh, wacht even. Zo. Opgelost. Er zit een klein stukje scherm zit er helemaal voor. Maar ja, bij de outro vond ik de muziek nog niet echt heel erg tof. Ik wou eigenlijk een betere muziek hebben voor de outro. Maar ja, ik heb eigenlijk bijna heel internet afgezocht. Ik kon nog niet echt een betere outro muziek vinden. Dus ja, voorlopig even deze outro muziek. Intro muziek vond ik ook wel heel erg mooi. Een beetje, ja, een beetje, hoe heet dat? Ja, muziek voor stukjes is het. Dat er elke keer een ander stukje komt op de klank van de muziek. En hij is een stuk kort, hè. Dat is ook wel een heel ding. Ik had altijd van die hele lange intro's altijd 50 seconden, 40 seconden. Ja, dat was gewoon veel te lang. Dus ik heb nou gewoon een extreem korte intro gezorgd. Dan is dat een stuk beter, een stuk makkelijker is dat. Dus ja, daar heb ik voor gekozen. Dat was eigenlijk een bewuste keuze om hem zo kort mogelijk te houden. En het is wel aardig gelukt. Ik vind hem ook wel leuk. Er staan leuke stukjes op. En ja, hier gaan we het voorlopig mee doen dit jaar. Dit jaar dus deze nieuwe intro, nieuwe outro, nieuwe banner en nieuw logo. Ja, het logo ga ik niet elk jaar veranderen. Het is inmiddels ja, 5 jaar ongeveer. Ja, iets meer dan 5 jaar heb ik met dit logo gedaan. En ik vond het eigenlijk wel tijd worden voor een, ja, een beetje een reskin van het
It's Ultrex logo. En ik vind deze wel heel erg mooi. In een beetje gepikt van Feyenoord. Het logo zo. Ik vond hem wel zo. Vond ik hem wel echt ontzettend mooi. Dus ik ben er wel heel erg tevreden mee. Laat even een berichtje achter als je nog geen berichtje achtergelaten hebt. Wat jij ervan vindt. Ik heb in ieder geval al hele leuke reacties gehad. Bedankt allemaal daarvoor. En we gaan dit jaar weer een hele hoop leuke content maken. Want we zijn natuurlijk pas alleen naar de Efteling geweest vorige week. Maar we gaan natuurlijk nog wel. Dit is natuurlijk niet de enige keer dat we naar de Efteling gaan. We gaan natuurlijk nog wel vaker naar de Efteling. En het is wachten op het voorjaar, jongens. Dan kunnen we weer lekker naar de kermis gaan. Daar heb ik ook wel weer heel erg veel zin in om lekker naar de kermis te gaan. Dus laat het voorjaar maar snel gaan beginnen. Ik ga in ieder geval proberen dus voor nog een paar vlogs op te nemen aankomend weekend. Want het is nu inmiddels vrijdag natuurlijk. Dus ik zou zeggen, laat het weekend maar starten. We gaan beginnen. Ik wil nog een paar leuke locaties bezoeken waar ik nog eventjes een vlogje over wil opnemen. En dat ga ik jullie lekker nog niet vertellen. Dat gaan jullie de aankomende dagen wel zien. In ieder geval een heel fijn weekend. Ik ga, als het goed is, vrijdag en zaterdag. Ik weet niet of dat Rob kan. Het legt er ook een beetje aan of dat Rob tijd heb. Maar als Rob tijd heb en ik tijd heb, dan gaan we, wil ik eigenlijk vrijdag en zaterdag GTA weer gaan livestreamen. Dat vind ik wel ontzettend leuk. Dus ik hoop dat Rob ook daar tijd voor hebt. In ieder geval, jongens, bedankt voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal. Druk op belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden. Like deze video en alle andere video's. En stuur naar je hele familie, broers, zussen, oom, tantes, vrienden, vriendinnen. Stuur naar iedereen even de link naar dit YouTube-kanaal. En maak mijn YouTube-kanaal groot. Groetjes van deze kant en alvast een heel fijn weekend toegewenst. Groetjes, hoi!